Of kort voorstellen. Jazeker, mijn naam is Teus van der Stelt. En voor deze productie mag ik een video- en lichtontwerp maken. Hoe heb je de beelden en geluiden voor de zijderoute gemaakt? Ja, nou de beelden, daar zit ook het meeste werk in. De geluiden, dat zijn er maar een aantal, want het meeste geluid komt echt van het podium. Live muziek. Ik heb een aantal geluiden ter ondersteuning. We hebben regengeluiden, wind, zeegeluiden. Zelfs wat sneeuwgeluiden, maar voor de rest komt het geluid van het podium. En de beelden, ja, dat is echt weken, maanden voorbereiden zelfs wel. En ja, het idee, de zijderoute hè, van Azië naar Nederland. met het idee dat Dallas Blauw komt van origine uit Azië, China. Dus het Dallas Blauw is een item wat in China al op het beeld komt, letterlijk. En we eindigen ook met Dallas Blauw, met het echte Dallas Blauw. En ja, zo ben ik begonnen. Vanuit de reisgedachte, wat kom je tegen op je reis? Wat is de sfeer van de muziek? Welke beelden passen bij, zowel bij de reis als de muziek? En dat is heel belangrijk, want de muziek is altijd leidend. Dus er zit zelfs een heus intermezzo in, een muzikaal, waar ik ook qua beeld een zijsprongetje heb gemaakt. En het begint gewoon bij beelden zoeken en die dan gaan bewerken totdat het eigen beeld wordt. Dus ik werk veel met foto's, PNG's, die uiteindelijk bewegend beeld worden door animatie. Wat is de zijderoute eigenlijk? Ja, de zijderoute is eigenlijk een verzamelnaam. De zijderoute, er zijn namelijk meerdere zijderoutes. Maar plat gezegd is het de route van oost naar west, van Azië naar Europa. En het is van origine een handelsroute, of meerdere handelsroutes dus. En ja, met de handel is ook kunst en cultuur meegekomen. En echt een vermenging van culturen heeft plaatsgevonden middels de zijderoute. Dus de zijderoute is een heel belangrijke route in onze geschiedenis, in ons ontstaan ook. Ja. Hoe zorg je dat de beelden en geluiden die je gebruikt passen bij de muziekstukken? Hoe ik daarvoor zorg? Oeh, dat is een hele fijne vraag, want ik vind het als mijn ereplicht. Ik moet dat voor elkaar krijgen, want er is niks zo erg dan wanneer beelden, en maar ook geluiden, maar vooral beelden in mijn geval, niet matchen met de muziek. Dan heb ik echt mijn werk niet goed gedaan. Dus hoe doe ik dat? Het beste antwoord is toch intuïtie. Ik luister naar de muziek. En dan luister ik nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan poppen er vanzelf beelden op. En soms als er geen beeld op popt, dan ga ik gewoon zoeken. En dan op internet en dan zie ik beelden en denk ah, dat past. En dan ga ik het nog een keer luisteren en voelen en of het dan klopt. Dan wordt het meer werken, zeg maar. Maar meestal is er muziek en komt er een beeld. En dan dan draai ik het om. Dus het beeld komt vanuit de muziek en dan ga ik kijken hoe ik het kan maken. Je improviseert ook nog ter plekke. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Ja, nou in dit geval, video is een stuk moeilijker te improviseren dan licht. Met licht kan ik echt, alle seconden kan ik ingrijpen. Met video is het iets complexer, omdat er veel meer techniek achter zit. Ik heb een lichttafel, ik heb een computer met 7 layers video. Dus het belangrijkste is dat ik in ieder geval de instart echt op de tel van de muziek heb. En als de muziek sneller gaat dan verwacht, dan moet ik in die zin improviseren dat ik de speed van de filmpjes probeer te versnellen of terug te brengen. Maar dat is een technisch verhaal. Dus met video blijft het bij vooral de snelheid van de filmpjes aanpassen. Want ik kan niet met video live in één keer een heel ander beeld schakelen. Dat tenminste niet zoals ik het nu heb gemaakt, zeg maar. Kreeg je veel artistieke vrijheid bij het ontwikkelen van dit project? Ja, eigenlijk altijd wel. Omdat de mensen met wie ik werk, die kennen mij vanuit, meestal vanuit andere projecten. Dus die kennen mij vanuit het project waar ze, nou, meestal als ze mijn werk hebben gezien, dan snappen ze dat ik de muziek zo belangrijk maak dat het beeld samenvalt. Want dat is wat ik probeer te doen. Als ik mijn beeld belangrijker maak, of het nou licht is of videobeeld in dit geval, belangrijker maak dan de muziek, dan valt het niet meer samen. Maar op het moment dat muzici het vertrouwen hebben dat ik hun muziek niet verklooi, dan geven ze me ook die vrijheid. Want
uiteindelijk is het mijn talent om het passend te krijgen. Dus ik heb zelden dat ze mij vragen om iets te doen. Ik werk eigenlijk niet in die zin in opdracht, omdat ik dat ook niet kan. Ik ben, ja, weet je, ik laat me leiden door intuïtie. En als iemand dan zegt, ja, ik wil heel graag een blauwe olifant hier. Als het past, dan past het en dan maak ik een blauwe olifant. Maar zo werkt het eigenlijk niet, nee. Het is inderdaad van, joh, we hebben dit idee. We gaan vanuit de zijderoute, vanuit het idee van de reis werken. Wat is jouw idee erbij? En natuurlijk, Nino als artistiek leider heeft er absoluut ideeën bij. En dat is een wisselwerking, dat delen we de ideeën. En dan komt er natuurlijk iets uit. Dus het is in die zin wel een co-creatie, altijd. Zeker, ja. Ja. Kan je de installatie ook op andere locaties gebruiken? De installatie, ja, in dit geval zeker. Want we hebben gewoon een projector en we hebben een doek. En de rest komt uit deze kastjes. En het enige wat je dan per locatie moet doen, zijn de posities aanpassen. Hè? Want het beeld is groter of kleiner. Dus je moet alle videobeelden wel passend maken. En ook het licht moet je natuurlijk helemaal aanpassen aan de locatie. Maar het antwoord is ja. Welke toekomstplannen heb je voor Lumiteus? Voor Lumiteus. Nou ja, toekomstplannen zijn, zo is maar gebleken afgelopen jaren, heel moeilijk te maken. Ik lag voor 2020 lag ik op koers om een paar hele grote tours te gaan maken en ook op een grote opera's te gaan doen. En toen kwam COVID en dan ga je met je plannen. En in de klassieke wereld betekent het dat je gewoon 2, 3, 4, 5 jaar werk kwijt bent. Want sommige orkesten plannen 3 jaar van tevoren. En als je dus bij de laatste lockdown, wanneer was die in 20, te horen krijgt van ja, we gaan het niet aandurven de komende concerten. Ben je dus 3 jaar verder voordat je weer op je oude niveau zit qua werk. Dus wat zijn mijn plannen? Hopen dat het weer terugkomt bij het oude. Bedankt voor het interview. Dankjewel, graag gedaan.